Niemeyer. Dallinga heeft alweer ruimte. Het is gezien. Hij is bereikt. Dallinga. Eerste kans voor Excelsior. Moet hij nu zijn en het doelpunt ook meteen. Het is 1-0 voor Excelsior door Kenzo Goudmijn. Wat staat Volendam daar volledig verkeerd. Voorlopig wordt Volendam aan alle kanten overklast. Het is volkomen logisch dat hier de 2-0 komt van Niemeyer. Volendam is 3, 4, 5 keer gewaarschuwd. Er is geen houden aan op dit moment. Daar is Azarkan weg. Dallinga kiest positie. Azarkan heeft natuurlijk zelf ook wel de actie om er langs te komen. Precies. De voorzet daar. En oh, schitterend gedaan door Dallinga. 0-3. Werkelijk weergaloos. De voetbeweging van Dallinga. 30ste doelpunt van het seizoen. Voor de topscorer van de keukenkampioendivisie. Deul van de bal gezet. Dallinga daardoor. Het is 4 tegen 3. Wieven. Dallinga kan nog verder naar links. Het kan ook zo via Azarkan. 0-4. Met weer Dallinga in een hoofdrol. Natuurlijk. De koploper van de keukenkampioendivisie. In eigen huis. Binnen het half uur. 4-0 achter. Van Michem is er nu wel langs. Krijgt hem voor. Wordt daarna nog geraakt. En een penalty voor Volendam. Een penalty voor Volendam. Het is vooral ongelooflijk dom gegleden. Muren vanaf 11 meter. Je zou zeggen een zekerheidje. Ja, zelfs op zo'n avond voor Volendam is dat dan een zekerheidje. Nou, dit is de strijd Dallinga-Muren 1-1 vandaag. Maar de strijd Volendam-Excelsior terecht echt 1-4. Corner is al genomen, is voorgebracht. En van richting veranderd valt hij erin. En daar is de 2-4. Een beetje mazzel. Maar Volendam dwingt dit dan zelf wel af. Na die dramatische eerste helft is er nu de energie die je verwacht bij de koploper. Balletje is goed. Dallinga alsnog voor 2-5. Hij kiest het moment en hij valt alsnog. Chacon. Lang was Volendam op weg naar de derde. Maar de laatste 10 minuten zit het er gewoon niet meer in. Volendam Excelsior eindigt in 2-5